In deze video ga ik je vanuit de Bijbel iets leren over het volgen van Jezus. Hoi, je kijkt naar de video van Strong Life en wij helpen jou groeien in geloof. Dus zorg ervoor dat je geabonneerd bent op ons YouTube kanaal en klik even op dat belletje zodat je een melding ontvangt zodra er een nieuwe video online komt. In deze video ga ik je dus iets leren over het volgen van Jezus en dat ga ik doen aan de hand van een verhaal wat in de Bijbel staat. En als je naar de zondagschool bent gegaan of als christen opgegroeid bent, dan ken je dit verhaal waarschijnlijk wel. Het gaat over het stukje, over het verhaal dat Jezus met zijn discipelen, met zijn leerlingen naar de overkant van het meer gaat. En dat het op het meer, terwijl ze in de boot zitten, begint te stormen en Jezus ligt dan te slapen en dan maken ze hem wakker. Nou, laat ik het even snel voor je lezen. Het gaat als volgt. 'S avonds zei Jezus tegen zijn leerlingen, kom, we varen naar de overkant van het meer. Jezus zat al in de boot. Ze gingen weg terwijl de mensen achterbleven bij het meer. Er gingen ook nog andere boten mee. Toen begon het hard te stormen. De golven sloegen over de boot en de boot liep vol water. Jezus lag achter in de boot op een kussen te slapen. De leerlingen riepen, meester, word wakker. Doe toch iets, straks verdrinken we. Jezus werd wakker. Hij zei streng tegen de wind en het water, hou op, wees stil. Het hield op met waaien en het water werd helemaal stil. Jezus zei tegen de leerlingen, waarom waren jullie zo bang? Hebben jullie nog steeds geen geloof in mij? De leerlingen schrokken en waren diep onder de indruk. Ze zeiden tegen elkaar, zelfs de wind en het water doen wat hij zegt. Wie is deze man? Als je ons volgt op Instagram, dan heb je daar misschien al wel een les gezien die ik uit dit verhaal voor mezelf haalde. En die ik met jullie daar gedeeld heb in een video. Als de stormen in ons leven komen, dan raken we misschien wel in paniek. En beginnen we wel als een kip zonder kop rond te lopen en in paniek het uit te schreeuwen naar God. Want wij weten het allemaal even niet meer. Weet je, als wij in paniek zijn, is het goed om te weten dat Jezus rustig is. Hij heeft het in controle. Hij weet hoe het allemaal komt. Maar ik geloof dat er nog een mooie les in dit Bijbelgedeelte zit. Aan het begin zegt Jezus, kom, we varen naar de overkant van het meer. En zo nodigt hij de leerlingen uit om iets te gaan doen. En voor de leerlingen was het dat ze naar de overkant van het meer gingen. En voor jou kan het zijn dat Jezus jou uitnodigt om iets met hem te gaan doen. Dat hij je misschien wel vraagt om een bepaalde relatie niet in te gaan en dat hij een andere weg voor je heeft. Dat hij misschien wel tot je spreekt en dat hij je uitnodigt om samen met hem op avontuur te gaan, om het evangelie te verkondigen en de goede boodschap, het goede nieuws over Jezus aan mensen dichtbij of misschien wel aan de andere kant van de wereld. Voor jou kan dus dat naar de overkant gaan iets heel anders betekenen. Maar de les die ik hier voor mezelf uithaal en die ik heel graag met jou wil delen is de volgende. Jezus nodigt die leerlingen uit om naar de overkant te gaan en ondertussen begint het te stormen en raken ze in paniek en vragen ze zich af of ze de overkant wel gaan halen. En dan zegt Jezus, waarom waren jullie zo bang? Hebben jullie nog steeds geen geloof in mij? En dat betekent dat wij net als die leerlingen onderweg kunnen zijn met Jezus, op weg naar het punt wat hij voor ons in gedachten heeft en waar we met hem naartoe wilden gaan, maar dat we onderweg in paniek raken. Dat er stormen komen in ons leven en dat we ons afvragen, Heer, hoe komt het? Ziet u het niet dat we bijna vergaan, dat we bijna verdrinken? Dat ik het allemaal niet meer red? En dat Jezus dan eigenlijk tegen ons wil zeggen, geloof in mij. Ik heb je uitgenodigd en we zullen er komen. Dus het is niet altijd makkelijk in ons leven. Zeker niet als we dingen voor God gaan doen, dan kunnen daar soms uitdagingen bij zijn. Maar de leerlingen kwamen met Jezus aan de overkant van het meer. En zo mag jij ook vertrouwen dat je samen met Jezus aan zou komen op de plek waar hij je voor geroepen heeft, waar hij je voor uitgenodigd heeft om met hem naartoe te gaan. Dus hou vol. Zit jij misschien nu op een punt dat je het allemaal even niet meer weet? Bid dan tot God, bid tot Jezus. Zeg, Jezus, ik weet het allemaal niet. Wilt u mij weer opnieuw vertrouwen geven dat het goed komt? Of misschien verlang je er wel naar dat je, ja, net als die leerlingen een uitnodiging van Jezus krijgt, dat hij tegen jou gaat zeggen, kom, we varen naar de overkant van het meer. Ga dan gewoon in gebed. Zeg, Jezus, wat is de volgende plek waar ik samen met u naartoe mag gaan? En dan geloof ik dat hij tot je zal spreken. Misschien wel direct, misschien wel door de Bijbel heen. Of misschien gaat iemand anders wel iets met jou delen wat van Jezus is. Ga dan samen met hem op pad en zie uit naar al die mooie dingen die je gaat beleven en leren. Wanneer je op pad bent van het punt waar je nu bent naar waar Jezus je heeft uitgenodigd om met hem naartoe te gaan.